Bij het winkelcentrum in Malden is de sloop van het steenhuis gestart. Hiervoor zijn 50 parkeerplaatsen afgezet, tot onvrede van de winkeliers. Gisteravond vond er een spoedvergadering plaats met alle betrokkenen om tot een oplossing te komen. Het is nu duidelijk voor de mensen en voor de omwonenden, die worden nog geïnformeerd, die krijgen daar nog een extra schrijven over. De ondernemers worden opnieuw geïnformeerd en dan hopen we dat het probleem de kou uit de lucht is, zeg maar. Kijk, we moeten 50 parkeerplaatsen onttrekken aan het geheel. Daar komen we niet onderuit. Je kunt moeilijk zeggen, stapel de auto's, maar dat werkt niet. We hebben aan de overkant van de Rijksweg, bij de kerk, hebben we een heel groot kerkplein. Dat gaan wij ook openstellen voor het parkeren. En dat zijn voor nu de belangrijkste maatregelen. Ja, er zijn altijd mensen die er niet happy mee zijn dat het gebeurt. Maar ja, soms is het niet anders. Er wordt gebouwd in het centrum van Malden. Ja, dat kost altijd parkeerplaatsen. Ze gaan het zoveel mogelijk proberen te beperken. Op het terrein komen 28 sociale huurwoningen die voor de kerst klaar moeten zijn. Om dit zo snel mogelijk te realiseren, moeten vrachtwagens grote elementen aanleveren. En dat maakt dat we op dit moment 51 parkeerplaatsen onttrekken aan het geheel van de parkeerplaatsen van het winkelcentrum. En dat doet even pijn, maar het maakt wel dat we iets moois kunnen maken en dat we dat ook binnen een jaar kunnen realiseren. We hopen dat het zo snel mogelijk achter de rug is. Dat duurt een jaartje ongeveer, ze hopen in december klaar te zijn. Dus even doorbijten en dan komt het vanzelf goed. Dat gebeurt veilig, dat moet gewoon. Hè. Daarnaast, het verkeer is één, moet veilig rijden. Maar mensen die eromheen lopen met kinderen, ouders, moeten op kinderen letten. Het zal hier even druk worden. We hebben ook aangegeven misschien dat we op sommige momenten van de dag, de drukste momenten, wat verkeersregelaars er neer moeten zetten. Maar dat zijn allemaal dingen die we hebben besproken gisteravond op een goede wijze. En die ervoor moeten zorgen dat het ook veilig is. Over een jaar moeten de nieuwe woningen er staan, maar tot die tijd kan er gewoon rustig gewinkeld worden. Uiteindelijk zegt iedereen, alsjeblieft begin zo snel mogelijk. En hoe eerder dat we klaar zijn, hoe eerder dat we die hekken weer weg kunnen halen, hoe eerder dat de parkeerterrein weer terug is. En dat er 28 woningen komen voor nieuwe mensen. Dus Malden is gewoon bereikbaar. Iedereen kan gewoon komen. Vanuit Nijmegen ook. Dus niks aan de hand. Geen paniek.